En Christophe Ruithoofd, was het verwacht? Ja, ik denk wel dat een titel van Sanne verwacht was. Vooral op dit parcours denk ik dat ze favoriete was en dat ze die rol moest kunnen waarmaken. Dit was meer een demonstratie. Hè. Dit was echt bijna een minuut op de rest voorrijden in dit parcours. Een geweldige prestatie toch van Sanne? Ja, Joyce van der Beek heeft zichzelf een beetje geëlimineerd in het begin door die val. Maar dan heeft Sanne stelselmatig gewoon haar tempo kunnen rijden. Dat was meer dan rap genoeg voor de concurrentie buitenspel te zetten. In Tabor verwachten we hetzelfde weer. Mogen we daar dan een trapje hoger op het WK voor haar ook iets mogen verwachten? Ja, vorig jaar heeft ze een heel goed WK gereden in hoogrijden, vijfde of zesde. Ik denk dat ze dit jaar weer in de buurt van die top 5 moet kunnen komen of zelfs misschien iets beter. Maar dat is natuurlijk een WK afwachten, buitenlandse concurrentie, een beetje kouder ook van temperatuur waarschijnlijk. Dat is toch nog anders. En straks voor Niels Albert, wat zijn daar de verwachtingen vandaag? Ja, Niels is voor mij een titelkandidaat. Maar hier ook goed of wel, al of niet goed over de sneeuw kunnen, heeft ook met geluk te maken. En die factor speelt vandaag misschien iets te veel mee. En dat is wel jammer.